Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Baker Street. Dit is live uitzending, dit is de live radio. We zitten nu in Rotterdam, staan vast. En dit is het station met 80.000 luisteraars dagelijks in diaspora. Waarschijnlijk ook heel veel mensen in Suriname. Ik heb het al gezegd eerder in het programma. Er is zo'n wet in, aangenomen gisteren. Ja, zaterdag in de vroege ochtend is er een wet aangenomen. En deze wet is volgens de initiatiefnemers... wet dat nodig is, die echt nodig is om het valutaverkeer van Suriname te ordenen. We weten allemaal hoe het afgelopen is met ordening goudsector. Maar nu is er dan, waarschijnlijk komt er ook een commissie ordening valutaverkeer. Ik heb zometeen praat ik met mensen die voor de wet gestemd hebben in de Assemblée-coalitie en ook met de tegenstander, mensen van de oppositie. En nu ga ik praten met iemand die buitenparlementair is. Dat is van de partij PRO. Ik heb nu contact met Antoon Karrig, prominent lid van PRO. Antoon, goedendag. Welkom in onze uitzending. Hallo. Oei. Hallo. Goedemiddag, meneer Antoon. Het ging even mis. Welkom in onze uitzending. Ik zei net in die inleiding dat ik met verschillende mensen ga praten. Ik praat met mensen die voorgestemd hebben, coalitie en tegenstanders, oppositie, die tegengestemd hebben. Maar u bent buitenparlementair. Misschien hebt u een totaal andere kijk naar deze wet. Wat houdt deze wet in, meneer Karrig? De wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. Houdt globaal in een heel breed verbod op contante transacties als het gaat om valuta. Het houdt ook in het recht voor de regering in feite om binnen te vallen in woningen om te zoeken naar die contante valuta. En overtredingen na te gaan, mensen te stationeren bij bedrijven om daar tegenin te gaan zonder toestemming van de rechter, zonder toestemming van de rechtercommissaris, de officier van justitie of de PG. Er hoeft simpelweg een agent bij aanwezig te zijn. En dan mag men alles van je doorzoeken. Men mag daar aanwezig zijn. Verder is het erop gericht om te voorkomen dat men transacties doet in vreemde valuta. Prijszetting in vreemde valuta mag niet meer. En een van de belangrijke dingen is ook dat er de bankkoers van 7,5 SRD voor de US dollar in feite verplicht per wet tot de enige koers gemaakt wordt die er is. Met straffen van ongeveer 4 tot 6 jaar gevangenisstraf en tot 1 miljoen SRD daarop als sanctie. Ik probeer het te volgen. Meneer Karrig, stel ik woon in Nederland en ik ga naar Suriname en ik geef mijn zus €100. Is zij strafbaar? Zij is strafbaar, u bent strafbaar. Nee, dat begrijp ik. Straffen van 4 tot 6 jaar en 1 miljoen SRD voor iedere overtreding. Wat heeft ze fout gedaan? Wat is strafbaar? Wat heeft ze fout gedaan? Ik ben dan uit Nederland gekomen. Ik heb geen andere currency. Geen ander geld op zak. Alleen maar euro. En ik geef iemand €100. En is iedereen strafbaar dan? Ja, volgens deze wet zijn de enigen die geld mogen wisselen zijn banken en geldwisselkantoren. Mm-hmm. En geldwisselkantoren mogen alleen maar valuta opkopen. Ze mogen geen valuta ter beschikking stellen. Ik probeer het simpel te maken voor mijn luisteraars, want het zijn al een stuk of 60.000, 80.000 die nu luisteren. Dat is ja. Standvast, dat staat bekend om. Ik geef het, misschien stel ik die vraag niet goed. Ik geef mijn familie €100 en is zij strafbaar dan? Geef mijn zus €100 dan? Is mijn zus strafbaar? U bent allebei strafbaar. De wet is op een ieder van toepassing. Dat gaat om rechtspersonen, dat gaat om natuurlijke personen. En de wet heeft geen minimum bepaald daarvoor. Mm-hmm. Oké, dus wat moet zij doen dan als ik haar geld wil geven? Als u haar geld zou willen geven, dan moet u dat via girale overmaking doen. Ze heeft geen valutarekening? Als ze geen valutarekening over heeft, dan moet u naar het wisselkantoor toe. En u moet de SRD's tegen de koers van 7,5 voor uw zus brengen, in dit voorbeeld. Dus u geeft ongeveer
de helft van de werkelijke waarde op. Ja, ja, ik volg je ook, maar ik sta een beetje perplex als je het zo helder vertelt. Ja. Ik heb wel gehoord, maar ik denk, nee, je houdt me toch niet voor de gek nu? Wel, het staat hard in de wet. Dat is gewoon te vinden op dna.sr. Ik kan u het artikel meegeven. Ja. Artikel 3. Ja. Artikel 4, om specifiek te zijn. Oké. En stel nou, ze moet het geld brengen naar de centrale bank om te wisselen tegen een koers. Ja toch, van de centrale bank? Ze mag het brengen naar haar eigen bank, waar ze rekeninghouder is. Ze mag het ook brengen naar een geldwisselkantoor, als zij het wil inwisselen. En ze mag het inderdaad bij de centrale bank ook gaan. En dan krijgt ze een standaardkoers die geldig is overal? Dan krijgt ze op dit moment de koers van 7,5 SRD. Oké, 7,5 SRD. Maar wat nou als zij de euro nodig heeft voor transactie in het buitenland? Ja, dat is in principe als de rekeninghouder is het toegestaan om euro's te wisselen voor het doeleinde reis, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of voor het aanzuiveren van creditcard. Meneer Karrig, 90% van Suriname heeft geen valutarekening. Ik ken die statistieken op die manier niet. Ik ken het. Natuurlijk, wanneer we het hebben over de volledige bevolking, dan moet u ook een groot gedeelte bijtellen dat vanwege hoe de economie in elkaar zit. In de districten, de informele economie, dan moet je dus daar rekening mee houden inderdaad. Ja, maar wat moet er nu gebeuren dan? Hoe komen dan importeurs aan hun dollars? Hoe gaan mensen komen aan hun dollars als we op vakantie willen of een artikel willen bestellen in het buitenland? Wel, wat wij gaan krijgen is een toezichtorgaan waarin zitting gaan nemen. Dus mensen die politiek benoemd zijn. Afkomstig van financiën, handelszaken, justitiële zaken, de visiecommissie en het Bureau van Nationale Veiligheid. En die gaan dan richtlijnen vaststellen, aan de hand waarvan banken individueel gaan moeten beoordelen per overmaking naar het buitenland of per aankoop van valuta, of die valuta nodig zijn. Als het aan u toegekend wordt, dan mag u dat gaan gebruiken voor het doeleinde dat u omschreven hebt. En wat overblijft, dat mag u netjes terug inleveren bij de bank. Nee, maar meneer Karrig, als ik mijn geld breng naar de bank en ik heb hem nodig, dan hoef ik toch geen verklaring aan de bank te geven waarvoor ik het ga gebruiken? Niet als u tevreden bent met de SRD's die u terugkrijgt. Nee, ik heb valuta, ik heb US dollar gegeven, ik wil US dollar terug. Nee, dat mag alleen voor die 5 doeleinden die in de wet staan. Ja? Oké, ander voorbeeld. Mijn collega Fred, die man zit goed in de slappe was. Hij heeft veel appartementen in Suriname. Hij woont hier, hij is radiomaker ook. En hij verhuurt zijn appartementen in euro, as we speak. Hoe verder met hem? Hij heeft 30 dagen de tijd, na afkondiging van de wet, dus waarschijnlijk na maandag of dinsdag, om de overeenkomsten die hij heeft met zijn huurders om te zetten in SRB. Als hij dat niet doet, dan mogen zijn huurders hem betalen in SRD tegen de koers van 7,5. Maar u begrijpt als hij daar niet mee instemt, dan mag hij voor vier jaar de gevangenis in, of misschien zelfs 6 jaar. Maar die goede meneer woont in Rotterdam. Hij kan niks met SRD in Rotterdam. Juist. Alleen heeft artikel 3 van die wet verboden dat er nog gecontracteerd op prijzen uitgedrukt worden in valuta. Ongeacht of er aan de andere kant van de transactie een buitenlandse partij zit. Maar ik weet niet of het jou opvalt dat er af en toe stilte hier valt. Ja, en dat past niet bij mij dat ik zoveel stilte laat vallen. Maar ik probeer het te plaatsen van... ik ken mensen die ook bij Newmont en Grasalco werken en een deel in dollars uitbetaald worden. Zijn die ook strafbaar? Op dit moment zijn ze niet strafbaar. Over 30 dagen, als hun contracten niet omgezet zijn, dan mogen al die bedrijven hun uitbetalen in SRD's tegen een koers van 7,5. Dus die mensen verliezen ongeveer, laten we zeggen, 50% van hun koopkracht van de een op de andere dag. Of nou ja, niet letterlijk van de een op de andere dag. Ze hebben natuurlijk een maandje aanloop, volgens de wet. Maar wat belangrijk is, en ik ben blij dat u die bedrijven noemde, en het voorbeeld van meneer Fred. Iedereen die exporteert, en daar vallen dus ook diensten onder, moet 60% van hun winst die ze gemaakt hebben terughalen naar Suriname, verplicht, in valuta, en storten op de bank en later op de bank. Dat is ook een nieuwe verplichting onder die wet.
Nou, dus vooral voor exportbedrijven, maar gezien ik Grasalco noemde, voor mijn bouwbedrijven is dat 50%, dus dat is de helft. En Grasalco is natuurlijk een overheidsbedrijf, dus daar zullen misschien wat uitzonderingen voor gemaakt worden. Maar inderdaad, dat is ook iets dat geïntroduceerd wordt door die wet. Ik probeer u te volgen en ik volg u heel goed hoor, maar wat is goed aan deze wet? Als ik er eerlijk over mag zijn, ja. Niets. Zou je één punt kunnen noemen voor mij? Wat? Want ik weet niet wat het is. Ik bedoel, hoe kunt iemand verplichten die in Rotterdam woont en zaken daar doet dat die SRD? Ik bedoel, het is toch bieden en loven. Ik kan toch met u, meneer Karig, aanspreken van, met jouw aanpatak mijn Powerland. En deze gimpje ga ik voor jou verkopen, 50 euro. Als jij dat wilde, dan mag het toch? Dat is toch vrijheid? Wel, als die mensen net zo wil als ik houden van patas, dan zou dat kunnen proberen om het onder te brengen onder medische transactie. Je leert me frauderen. Nee, als we er serieus over zijn, inderdaad, als het niet onder die doeleinden valt, dan zullen we allebei strafbaar zijn als we dat op die manier doen. Die wet gaat strekt ook nog een beetje verder op dat punt, want als het buiten die 5 gronden valt, is er ook een bepaling opgenomen dat als het de minister van Handel en Industrie niet bevalt hoeveel valuta er in het land zijn, dat hij alle import mag stopzetten. Daarvoor hoeft hij geen overleg te hebben met niemand. De minister van Handel en Industrie mag dat onmiddellijk inlassen. Als wij teruggaan naar 1948, dat is eigenlijk het moment dat status ingevoerd werd dat wij ons als Surinamers mochten gaan bemoeien met hoe zaken in ons land verliepen, ondanks dat we nog een kolonie waren. Vanaf dat moment tot aan 2020 is er geen enkel jaar geweest dat wij een overschot hadden aan valuta. Dus voor elk jaar dat Suriname zelfstandig geweest is in het bestuur, of mee mag beslissen over bepaalde zaken, hebben we nooit een jaar gehad dat dit niet van toepassing zou zijn geweest. De realiteit is dus dat de minister van Handel en Industrie, als deze wet gegolden had, elk jaar had mogen ingrijpen en had mogen zeggen, minelop de dalananga de valuta sai doro, minelop pa de euro e gwe, alle handel stopt behalve wat ik toelaat aan medicamenten en aan basisgoederen en productiemiddelen voor de overheid. Mm-hmm. Dat staat letterlijk zo in artikel 5, lid 3 van de wet. Ja, maar dan, als je zo vertelt, dan moet die minister morgen al ingrijpen, want het is nooit gebeurd, toch? Dus, en nu nog steeds niets. Dan heeft de minister morgen gelijk iets aan zaak, dus. Ja, alleen de ruimte is hem gelaten, de beleidsvrijheid, om die beslissing te maken wanneer hij dat wil. En de uitzondering toe te laten voor wie hij dat wil, natuurlijk. Omdat hij de lijst vaststelt, zonder inspraak van anderen. Dus dat zorgt voor een enorme mogelijkheid voor willekeur en misbruik. En wat de mensen kennen misschien nog de tijd dat de straatkoers 1 op 7 was, terwijl er mensen waren die voor 1 op 1,8 valuta konden kopen. Ja. En het vereist niet veel verbeeldingsvermogen om te bedenken dat er een kleine club aan mensen is die de toegang gehad hebben tot alle valuta om te doen wat de overheid en de politiek bevat. Terwijl anderen niet alleen niet aan die valuta gaan kunnen komen en op die manier failliet kunnen gaan, wanneer het succes van hun, ondanks die regels, de regering die aanstaat, kan de regering ze doordrukken met boetes van 1 miljoen voor iedere keer dat zij met valuta gepakt worden. Als dat niet voldoende is, kunnen ze bij het bedrijf binnenvallen en die contante valuta die ze aantreffen in beslag nemen, het onderzang voor laten duren zolang men wil en uiteindelijk SRD daarvoor terugkeren wanneer de overheid beoordeelt dat het onderzoek voorbij is. En bij dat onderzoek hoeft de rechter niet betrokken te zijn. Dat is gewoon iets voor de commissie die ingesteld wordt bij de wet, voor het toezichtorgaan zoals het genoemd wordt in de wet. Ik bedoel, als je, op het moment dat jij rechter buiten laat, dan proef ik militair dictatuur, jaren 80. Wel, laat me dit ervan aangeven. Los van de inhoud van de wet, is er concreet gesproken met de betrokken vakbranches. Dus we hebben het over de assuradeurs, we hebben het over de banken, we hebben het over de geldwisselkantoor. En er is een wet voorgelegd. Het was een hele simpele wet. Het was een heel simpel wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel ging erover, luister, wij willen harder kunnen optreden tegen de cambio's, dus we willen de straffen die in die wet staan uitbreiden van 1 jaar naar 4 jaar. En de mensen hebben ernaar gekeken en ze hebben gezegd van weet je wat, het is eigenlijk iets voor de cambio's, maar de banken en het bedrijfsleven hebben daar niet negatief op geadviseerd. De overheid, als je dat wil doen, dan doe je dat. Wat is er vervolgens gebeurd? Die wet is in behandeling gegaan en deze wet die we nu hebben, onder een andere naam, dat is dus niet de wet geldwisselkantoor, maar die wet is van naam veranderd, het is van inhoud veranderd. Die wet heeft nu controle, valuta, verkeer en transactiekantoren ingevoerd. Die heel weinig met geldwisselkantoren te maken heeft.
en alles te maken heeft met de particulieren, de ondernemers, de rechtspersonen, de natuurlijke personen, de normale Surinamers, de normale bezoekers van Suriname. En heel verstrekkende gevolgen die dus in strijd zijn met de grondwet, in strijd zijn met rechten die gegarandeerd zijn onder internationale verdragen. Ja, want het schrijft in op de mensenrechten natuurlijk op het moment dat je binnen kunt treden in aanwezigheid van een politieagent. De politieagent hoeft geen mening te hebben over wat er gebeurt. Hij moet daar staan, hij moet een sigaret roken, terwijl de mensen naar binnen gaan en doen wat ze doen. Het is als ze zeggen, uno fin de dalat idee, dan mogen ze iemand bij u achterlaten. Tot op het moment dat ze u betrappen op iets wat ze niet bevalt. En dat zijn de rechten die toegekend worden onder deze wet. Ik bedoel, in Suriname anno 2020. In Suriname anno 2020. Vriend, dan gaan jullie heel veel werk hebben, want iedereen die uit Nederland komt heeft euro's op zak. Contant ook. Ja, ja. En hun familie ook. Correct. Hoe gaan jullie dat doen? Wie bedoelt u met jullie? Ik zit in de diaspora. Suriname, u en de regering, jij en iedereen. Hoe willen ze dat doen dan? Wel, ik denk dat de allereerste stap is om te proberen nog voor ondertekening duidelijk te maken aan de president dat dit onacceptabel is voor alle actoren. Mm-hmm. Maar dat gaat moeilijker. We zitten in grotendeels in zelfquarantaine. We zitten met gesloten scholen vanwege het coronavirus. En ik laat het aan het beoordelingsvermogen van de mensen in Nederland over of dat toevallig is of niet, qua timing. Maar dat is waar we te maken hebben. Onze partij is deels geboren vanuit het activisme. Maar wat zijn de actiemodellen wanneer de mensen niet op straat kunnen komen vanwege het gezondheidsrisico dat daaraan verbonden is? Dus dat is één. Maar iets waar ik de aandacht op wil vestigen, niet vanuit mijn partijpolitieke gedachte, maar voor alle deelnemers aan de verkiezingen van 2020, is om te zorgen voor nauwlettende aanwezigheid bij de stemlokalen. En met name bij de stemlokalen in de districten, met name in de stemlokalen bij de grensdistricten. En om elk punt dat men kan controleren van de vrije en de geheime verkiezingen in Suriname van 2020, stap voor stap na te gaan, door zoveel mogelijk mensen getuigen te laten zijn daarvan, door zoveel mogelijk te noteren van wat er gebeurt, en die rapportages onmiddellijk aan het CAS, het OKB, de internationale waarnemers te doen toekomen, om te zorgen dat wij regelmatige verkiezingen hebben die op een juiste wijze verlopen, zodat het eerlijke uitslag is die kan zorgen voor een betere regering, betere volksvertegenwoordigers dan er op dit moment zitten. En dat is een oproep aan iedereen. Mm-hmm. Zelfs al bent u NDP'er, zorgt u dat u dat proces eerlijk verloopt. Oké, dan ga ik terug naar waarvoor ik bel. Ik zit nog altijd met me. Ik kom naar Suriname. Ik neem een voorbeeld op mezelf. Ik kom naar Suriname. Ik neem misschien €1000 mee. Ik logeer bij een familie. Hebben we toch euro in huis? Zijn we dan strafbaar? U behoort, wanneer u in Suriname aankomt, behoort u die euro's om te wisselen naar SRD's. Of te brengen naar een bank en te starten op een valutarekening. Ja, maar ik ben geen Suriname, dus ik heb geen rekening, valutarekening daar. Ja, dan ga ik ervan uit dat uw familie betrouwbaar voor u moet zijn. En wat dan? Ik heb $1000 contant meegenomen, of €1000 contant meegenomen, maar ik weet niet of ik alles nodig heb in Suriname. Dus ik hoef niet toch alles te wisselen. Als u het niet wisselt, dan moet u voor de periode dat u in Suriname bent, moet u dat inleveren bij een bank. Dat moet gestort worden op een bank. En als, in principe daarna giraal overgemaakt worden naar Nederland, terug naar Nederland. En het verdwijnt niet in de pot der kasreserve die wij nooit terugzien? De pot der kasreserve die wij nooit terugzien bedraagt op dit moment 197 miljoen. Ja, maar die 50 euro van mij. Ik weet niet of daar een uitzondering op zou vormen, of juist niet. Oh. Dat is moeilijk voor mij om te beoordelen. Uh-huh. Oké, okay. Ik heb nog vrienden en familie daar bij de grens, Albina. En ja. die is op de Mereboto. Wanneer? Euro, ja. SRD, euro, SRD. Oké, okay, hier heb je euro, koop iets aan de kant van Sint-Oran voor mij. Hoe met die mensen dan? Want je betaalt die man gelijk in euro en die zegt van ja, ik ga naar Frans aan de overkant. Als ik daar ben, dan haal ik mijn boodschappen gelijk in euro. Hoe willen ze dat regelen? Als ze dat aan de westeroever van de rivier doen, dan riskeren ze 6 jaar gevangenisstraf. Meneer Karig, en je meent alles wat je mij nu vertelt, hè? Is al wet.
Dus je... Ja, zeker. Okay. U kunt het teruglezen in de wet. U kunt ook teruglezen in een memorie van toelichting dat het de bedoeling is geweest. Want soms heb je een wet en je zegt van, kijk, hoe moeten we omgaan met die interpretatie? Ja. Maar de memorie van toelichting is spiegelhard daarover. Mm-hmm. En nog eens, wat zijn de 5 voorwaarden waaraan je moet voldoen om dan toch valuta in bezit te hebben? Specifiek gaat dat dus om medicamenten. Ja. Voedingsmiddelen. Ja. Productiemiddelen. En wat men noemt voor de overheid noodzakelijke producten. U vindt dat terug onder artikel 5, lid 5 van de wet. Ja, dat vind ik zo'n onruim begrip. Noodzakelijke producten. Wel, wat men voor de overheid noodzakelijke producten. Dus wat men even willen vaststellen is dat er een groep is die hier allemaal van uitgezonderd wordt natuurlijk. Oké, okay. Nee, ik vraag voor de burgers. Niet wat zijn die voorwaarden? Wat een Surinaamse burger, waar moet een Surinaamse burgers voldoen om in aanmerking te komen voor valuta? Oh, specifiek voor valuta, dus naar het buitenland? Ja, bijvoorbeeld. Ja, een momentje. Ik pak dat er even bij. Dat gaat om dus valuta die voldoen aan reisverplichtingen. Mm-hmm. De onderhoudsplicht. Dus denk dan aan eventueel ouderen of hulpbehoeftigen van u die in het buitenland wonen qua familie. Of denk aan studenten, kinderen. Kosten voor studie. Medische doeleinden. Of voor aanzuivering van creditcardvaluta. Mm-hmm. Oké, okay, duidelijk. En hoeveel... kans van slagen heeft deze wet, als je zo vertelt. Hoeveel kans van slagen denk jij dat deze wet... hoe lang zal die stand houden? Om het zo vragen. Ik zou even terug willen gaan naar... dus inderdaad die memorie van toelichting om de woorden te gebruiken van de overheid zelf. Die hiervoor gestemd heeft. En wat zij zeggen is dus gelet op de ernst van de overtredingen en de ernstige gevolgen voor het financieel stelsel. Mede gelet op de omvang van de middelen die met de overtreding gemoeid gaat. Is op de eerste plaats voorgesteld om valutatransacties en valutaverkeer verder te reguleren. Getracht wordt middels de wet het gebruik van contante vreemde valuta voor transacties zoveel als mogelijk te ontmoedigen. We hebben niet alleen een cash-economie, deels, we hebben ook een import-economie. Tot op het moment dat wij in Suriname leren om Samsung-telefoons, iPads, de meeste medicijnen, de meeste technologie, auto's, et cetera, zelf te bouwen en te fabriceren, zullen wij die valuta nodig hebben om daarin transacties te doen. Dus ik weet niet of de regering die er nu zit, deze 30 dagen gaat benutten om die innovatie te brengen, zodat we inderdaad auto's kunnen fabriceren in Coroni, en zodat we inderdaad smartphones kunnen produceren in Brokopondo. Ja, ja. Neem ik aan dat de wet kansloos is. Ik proef cynisme, man. Auto produceren in Coroni. Maar die patta van mij wat ik voor jou breng, die verkoop ik in euro. Want ik heb het in euro gekocht. En ik heb niets aan SRD, want ik ga over een dag terug naar Nederland. Ja. Ja, dat is mijn stelling. Hoe deel je met deze stelling dan? Wel, toen op 24 februari de huidige fractievoorzitter van de NDP heeft gezegd op het politiek podium dat ze een wet gaan maken om de koers omlaag te brengen, is dit wat de mensen in gedachten hadden. Ja? Toen hebben alle juristen, alle economen gezegd, luister, dat zijn economische wetmatigheden. Dat los je niet op door mensen onder druk te zetten. Dat los je niet op met dictatuur. Dat los je niet op met intimidatie. En dit is de poging vanuit de NDP-fractie om iedereen daar het ongelijk van te bewijzen. Mm-hmm. En jij bent in Suriname, jij gelooft, of je gelooft niet, je weet het. Het zijn gewoon Surinamers die deze wet hebben voorgedragen en aangenomen? Ja. Geen aliens? Naar mijn idee niet. Maar ik ben niet dichtbij geweest om te controleren vanwege het coronarisico. Aha. Sterker nog, niemand. Mijn WhatsApp hier van Radio Snafvast ontploft. Hè? Dat niemand het gelooft dat dit waar is. Dat mensen zomaar je huis binnen kan komen omdat zij vermoeden dat je valuta hebt. Ja, iedereen die uit Nederland komt of uit Frans-Guyana, die buiten Suriname komt, heeft valuta. Alle huis in Paramaribo bijna. Ik wil graag verwijzen naar artikel 7-3. 7 lid 5 en 7 lid 6 van de wet, waarin u dat gewoon netjes terug kunt vinden. Aha, oké. Okay. Ik ga maar het is mij duidelijk. Jij gelooft ook niet toch dat deze wet stand gaat houden? Geloof je het? Het is voor mij moeilijk om naar de toekomst toe te zien hoe men ermee om wil gaan.
Naar mijn idee is het bedoeld geweest als antwoord op de tijdelijke verkiezingsbelofte dat de koers omlaag gebracht gaat worden. Men heeft gezegd dat men wetgeving gaat aannemen. Men heeft wetgeving aangenomen. En nu is het aan de Surinamers om te laten zien hoe zij in de praktijk hiermee om kunnen en zullen gaan. Ja, ja. Dus oké. Okay. Denk je dat deze wet effect zal hebben op de koers? Ja, absoluut. Wordt lager, hoger, moe? Wat zal het effect zijn? In formele zin zijn er deskundigen die al praten over 1 op 40. Hey, we got it. Luister nog maar. Dat is voor de US dollar. De euro zal 1 op 50 zijn. Ja, inderdaad, als we de marges aanhouden, zitten we ergens tussen de 40 en de 42 en de 47, denk ik, ja. Ik had iemand ooit gehoord in 2011, die zei van, we moeten alles in het werk stellen dat die koers niet op 1 op 5 wordt. En toen werd hij uitgelachen en nu is het 1 op 15. En nu praat je over 20 en 40. Ja, het is diezelfde meneer wiens regering hierop gestemd heeft. Aha, André Misikaba. Correct. Aha. Wat gaat Pro hierin doen? Want u kunt niet veel, u bent buitenparlementair. Maar wat gaan jullie doen? Wij zijn op dit moment actiemodellen aan het overwegen. We zijn vooral met awareness bezig. Mensen duidelijk maken wat de wet voor hun gaat betekenen. En daarnaast hebben wij een ontwikkelingsvisie die ziet op hoe je om moet gaan hiermee. Hoe je daadwerkelijk kan ontwikkelen richting exporteconomie. Zodat valuta niet iets zijn wat mensen hoeven te vrezen. Mm-hmm. Maar dat valuta gewoon werkkapitaal wordt zoals voor iedereen. Wij zijn er juist voorstander van dat je niet alleen niet bang bent voor de US en voor de euro. Maar dat je ook de yuan, de yen en andere valuta betrekt bij jouw economie. Omdat je zaken gaat doen met die landen waar dat vandaan komt. Daar ben je niet meer bang daarvan. Dan maak je onderdeel uit van die wereldeconomie. Daar is onze visie op gericht. Absoluut, dat is een heldere visie. Dankjewel Anton Karig, prominent lid van Pro. Hartelijk bedankt. Okay. Fijne middag aan u en aan uw luisteraars. Dank je. Dat was Anton Karig van Pro over een nieuwe wet wat aangenomen is in Suriname. En het lijkt lachwekkend als je zo naar die meneer luistert. Maar het is wel realiteit. 26 Surinamers hebben voor deze wet gestemd. En 6 waren niet eens of zijn weggegaan. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.